Vandaag gaan we kijken naar nieuws uit de cryptowereld van onder andere Cathie Wood en John McAfee. Ook gaan we kijken naar mijn persoonlijk tradingaccount. En om af te sluiten gaan we kijken naar mijn slechtste investering die ik ooit gemaakt heb. Dus als je dat niet wilt missen, kijk de video zeker tot het einde en dan vliegen we erin. Mijn naam is Niels en welkom op een nieuwe video. Als jij nieuw bent op mijn kanaal en je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan snel op mijn YouTube kanaal en like ook de video voor het YouTube algoritme, zo help je ook om mijn kanaal te doen groeien. Dat gezegd zijnde, gaan we ineens naar het eerste artikel. Dat gaat hier over Cathie Wood. Cathie Wood is de CEO van ARK Invest. Dat is eigenlijk een firma dat je gaat investeren, die een aantal fondsen hebben in nieuwe technologieën bijvoorbeeld, in hernieuwbare energie, elektrische voertuigen. Zijn ook bekend geworden, of Cathie Wood vooral, door haar Tesla prediction, omdat ze had gezegd heel vroeg nog dat Tesla enorm in waarde ging stijgen. Vandaar is ze vooral bekend geworden. Maar ze heeft ook al uitspraken gemaakt over crypto en bitcoin specifiek, dat daar nog enorme prijsstijgingen te verwachten zijn. Dus het artikel hier, investeerder Cathie Wood kocht voor 1 miljoen aandelen van Grayscale Bitcoin Trust toen bitcoin onder de $30.000 tuimelde. Dus hier Cathie Wood van ARK Invest maakte dinsdag gebruik van de volatiliteit van bitcoin en kocht aandelen van Grayscale Bitcoin Trust. Dus ze heeft 1.046.002 aandelen van Grayscale Bitcoin Trust gekocht voor ARK Next Generation Internet Index Tracker. Dus dat is voor $28, dus $28.01 per aandeel. Ze kocht ook 214.000 aandelen van Coinbase voor ARK Innovation. Deze positie is ongeveer $47 miljoen waard. Ze heeft deze dus gekocht op een dieptepunt, zoals jullie waarschijnlijk al weten van mijn video van de woensdag. Bitcoin is onder de $30.000 gedipt, heel kort ook maar. Zoals jullie allemaal weten, dips zijn er om bij te kopen, niet om te verkopen. Winnaars kopen in dips en verkopen op pieken. Dus wanneer iedereen vol euforie is, moet je juist gaan verkopen. Wanneer iedereen aan het panikeren is, moet je juist gaan inkopen. Dat is ook wat Cathie Wood doet, dat is wat alle succesvolle spelers gaan doen. Maar in ieder geval, Cathie Wood, wel een respectabel figuur in de financiële wereld, is bullish voor crypto op lange termijn en vooral voor bitcoin. Dus dat is eigenlijk wel heel goed om te zien natuurlijk. En dan hopelijk dat ze ook gelijk heeft. Hè. We gaan naar het volgende artikel. Dat is helaas wel slecht nieuws. Dat gaat hier over John McAfee. Voor degenen die John McAfee niet kennen, dat is eigenlijk de oprichter of een CEO geweest van McAfee Antivirus. Dat is al een heel respectabele naam ook wel. Maar die was ook heel bullish op crypto, dus naar bitcoin specifiek. Hij heeft hier in 2017 hier op een tweet gereageerd. Bitcoin 500k within 3 years. En dat hem op gereageerd, al dan niet als grap bedoeld. If not, I will eat my dick on national television. Dus ja, deze tweet die is duidelijk niet zo goed geaged, want het was hier juli 2017. Dus ja, de 3 jaar is al voorbij en bitcoin $500.000 hebben we helaas nog niet gezien. Maar dat is geen kwestie van 3 jaar. Binnen de 10 jaar, dat klinkt respectabel. Ik zou nog altijd geen uitspraken als deze erover durven doen, want er kan altijd veel gebeuren. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat binnen de 10 jaar bitcoin $500.000 wel realistisch is. Nu, rond John McAfee is het al lang heel stil geweest. Nu is het nieuws deze week uitgekomen dat John McAfee is overleden in een Spaanse gevangenis. Dus wat er in het artikel hier staat nog, then today the Spanish National Court authorized his extradition. A few hours later he was found dead by apparent suicide. Nu zijn er uiteraard ook heel veel mensen dat deze niet geloven, dat gewoon beweren dat hij vermoord is. Die kunnen we enkel naar raden natuurlijk. Nu is dit uiteraard echt heel spijtig nieuws voor iemand die ook heel bullish is in crypto en gewoon een respectabel figuur in het algemeen. Dat zo op zo'n duistere manier aan een einde moet komen. Dan als volgende gaan we naar mijn persoonlijke wallet kijken. Want nu natuurlijk met alle bearish prijsactie is hier wel wat gekrompen. Dan gaan we kijken naar mijn posities dat ik nog open heb staan. We hebben hier als eerste, als grootste positie, Cardano. Dat is nog €578. Uniswap €513. Polkadot €350. IOTA €350 ook. Orn €331. Dus Rosecoin €295. Chilis nog €109, TVK €42, en dat zijn eigenlijk al mijn posities dat ik op Binance nog open heb staan. Nu, voor een hele tijd geleden waren er heel veel posities dat over de €1000 stonden. Wat ik hier wel in heb gedaan is regelmatig profit genomen. In veel coins had ik gewoon €1000 zitten,
Bijvoorbeeld Uniswap, Polkadot, daar had ik 1000 euro in zitten en die zijn regelmatig verdubbeld. Heb ik er gewoon elke keer 1000 euro uitgenomen. Dus daar heb ik zeker mijn profit in genomen. Dus al bij al is sowieso niet dramatisch. Hetzelfde bij hier Chili's, daar had ik 250 in zitten. Heb ik 250 ook terug uitgehaald, dus die 109 euro dat er nu in zit, dat is pure profit. Hij heeft hoger gestaan, maar alles wat er nu nog hier staat, dat is gewoon winst. Dat is niet bij alle coins zo, maar dat is zeker op degene waar ik al winst uit heb gehaald, dat eigenlijk de verliezers wel goed maken. En dan, om bij mijn slechtste investering dat ik heb gemaakt te komen, dat is uit de laatste keer dat ik winst heb genomen uit Polkadot, geloof ik. Dus de laatste 1000 euro van Polkadot, toen hij verdubbeld was. Dat was volop tijdens de Dogecoin hype, wanneer de Dogecoin enorm aan het pieken was, dat ik eigenlijk op zoek was naar een extreem speculatieve shitcoin, om het zo te zeggen. Eigenlijk echt een waardeloze coin die zo'n lage market cap heeft, maar een grappige naam, een meme coin eigenlijk ook, waar ik dan die 1000 euro winst in heb gestoken met het idee van oké, het kan naar 0 gaan, maar het kan ook maal 100 gaan. En het kan nog altijd maal 100 gaan, maar dan gaan we kijken nu wat er met die 1000 euro dat ik in Willycoin is het, met als symbooltje een walvis, wat er daarmee gebeurd is. Dus we zitten hier op Trust Wallet. Hier zie je als eerste positie Unibright, ter waarde van 1 dollar. En rechts zie je dan de totale waarde, dat is 1973 dollar. BNB 149, Smart Chain BNB 70, Ethereum 64. En dan tot slot Willycoin, 33,97 dollar. Dus enorm hard in waarde gedaald, van 1000, bijna echt gewoon alles weg. Wat je hier wel kunt zien, dat is dat ik 55 miljard coins heb. Dus Willycoin naar 1 dollar zou mij een multimiljardair maken. Maar dat is ook gewoon absoluut onmogelijk, hè, dat gebeurt. Daarom, met zo'n coins, dat is echt alles of niks natuurlijk. Hè. Als je erin investeert, moet je bereid zijn om alles te verliezen. Wat ik nu ga doen, deze coins, ik ga die gewoon laten staan. Het heeft geen zin om die 33 dollar eruit te halen. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat dat ooit wel op hype gaat pumpen. Dat is absoluut geen zekerheid. Ik hoop het natuurlijk wel. Want het ding met deze coin is, die heeft een enorm, enorm kleine market cap. Dus het heeft eigenlijk heel weinig geld nodig om de prijs hiervan te doen pumpen of te doen dumpen. En nu kun je zeker zeggen, Niels, dommerik, 1000 euro in zo'n coin, waarom zou je dat ooit doen? En daar heb je gelijk in, 1000 euro is veel om in zo'n shitcoin, kun je het niet anders zeggen, te investeren. Nu moet je rekening mee houden, als je 2000 euro hebt en je steekt 1000 euro in zo'n coin, dan is dat 50% van je netwaarde dat je in heel, heel, heel speculatieve coin steekt. En in mijn geval was die 1000 euro ten eerste al pure winst uit een andere coin, dus eigenlijk speelgeld, kun je het zo bekijken. Plus, het is minder dan 1% van mijn totale netwaarde. Wat wel geeft dat 1% verliezen, oké, dat is jammer dat die procent weg is, maar je moet er rekening mee houden, als die 1% potentieel maal 100 kan gaan, ja, dan wordt dat ten helft van je geld, kun je enorm veel uit verdienen. Risk-reward, risico heel hoog, potentieel reward ook heel hoog. Maximum dat je kunt verliezen, 1000 euro, hetgeen dat je met zo'n mini-coin kunt verdienen, dat is gigantisch veel, hè. Maar niemand heeft een glazen bol, niemand kan de toekomst voorspellen, dus moest ik met hetgeen dat ik nu weet in die positie toen hebben gestaan, natuurlijk niet de prijs en zo, dan zou ik gewoon hetzelfde terug gedaan hebben. Omdat je risk-reward altijd moet afwegen. Je hebt hoog risico, maar ook een heel hoog opwaarts potentieel en uiteindelijk een beperkt neerwaarts potentieel. Je kunt alleen maar je inleg verliezen, maar je kunt misschien wel 10 of 100 keer je inleg terugverdienen. Weer cruciaal met een mini percentage van je totaalportfolio. Wanneer je deze met alles meer dan pakt 5% gaat doen, dan zou ik je wel voor gek verklaren. Er zijn er dat deze doen en hier enorm succesvol mee zijn, maar is deze het echt waard? Je moet kijken, als je iets minder risico gaat nemen en je opwaarts potentieel een klein beetje gaat verlagen, okay, dan ga je er misschien langer over doen om hetzelfde resultaat te halen, maar je gaat wel betere nachtrust hebben. Je gaat je wat comfortabeler voelen bij je investeringen. Tegenover al ingaan op een super speculatieve coin, dat is gewoon gekke werk. Laat zeker in de comments weten wat dat jullie hiervan vinden, of dat jullie al rare investeringen hebben gemaakt. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.